Vandaag zijn we te gast bij de Bullfighters. Een tweedaags internationale toernooi is hier bezig in het land van Kuik in Kuik. Met Belgen, Fransen, Duitsers en natuurlijk Nederlanders en natuurlijk de Bullfight zelf. Ja, honkbal, softbal. Wat is eigenlijk het verschil tussen honkbal en softbal? Nou, dat is een goede vraag. De verschillen zitten in de bal is groter voor het softbal. En de afstanden, de honkafstanden, die zijn kleiner bij het softbal ten opzichte van het honkbal. En bij softbal wordt er onderhands aangegooid als pitcher zijnde. Dus aan de slagman. En bij honkbal is dat bovenhands. Wat voor toernooi is het vandaag hier? Ja, het is het internationale honk- en softbaltoernooi. Het heet het Jakma-toernooi. En het is eigenlijk de seizoensopener van het honk- en softbal. Want we starten volgende week met het seizoen. De competitie start dan. En dit is eigenlijk een lekkere warming-up om een gezellig en sportief toernooi te draaien. Waarbij wij internationale teams, ook in Duitsland en Nederland en België, daar gaan we de teams. En die komen hier proefdraaien, hè? Dus kijken qua posities waar ze kunnen wisselen en kunnen trainen. En ja, natuurlijk ook voor de gezelligheid. Dus ook de karaoke gisteravond werd goed bezongen. Spelregels zijn eigenlijk als volgt. Je hebt een slagploeg en je hebt een ploeg in het veld. De bal wordt gegooid van de pitcher naar de slagman. Je probeert die bal te slaan. Raak je hem, mag je naar het honk toe en dan mag de volgende slaan. En zo ga je, wat vroeger had je dan, op school had je, noemen ze dat dan slagbal. En dan moest je branden op het honk. Eigenlijk is dat precies, het principe is hetzelfde. Alleen zijn de regeltjes net wat moeilijker en wat strikter. En als je dus iemand tikt met de bal, die dus van zijn honk af is, iemand die je gebrand hebt op het honk, door het honk aan te raken, dan is diegene uit. En na drie uitjes dan is het wisselen. Dus dan gaat de ene ploeg die aan slag was, die gaat in het veld. En het veld die gaat aan slag. U hoort het, kijkers, en u ziet het, kijkers. Het is gewoon een leuk spelletje. En heb je er zin in? Ze kunnen altijd nog spelers gebruiken bij Bullfighters. Ga even naar hun website en kom gezellig hier spelen. Ja, ik zie je zo. Jij bent een van de internationale spelers hier. Je komt uit België, Tongeren. Waarom doe je mee met dit toernooi? Wij doen mee met dit toernooi voor een goede training van het begin van het seizoen. Dat is altijd gemakkelijk dat we even al een paar wedstrijden hebben kunnen meedoen. Voor ons klaar te stomen eigenlijk. Hè. We spelen ook een Nederlandse competitie. Dus nu zijn we iets verder gegaan. Normaal gezien is het Limburg Cup dat we spelen. En nu zitten we in Brabant natuurlijk iets verder. Dus. Maar je zegt, we spelen ook in de Nederlandse competitie. Is er dan geen grote competitie in België? Of hoe moet ik dat zien? Het is groot, maar dan is het meer naar Antwerpen toe en de zee. Dat is voor ons verder rijden. Dus als we dan 2 uur onderweg moeten zijn voor een wedstrijd te spelen van dan 9 innings, want dat zijn ook andere regels, is het voor ons kort erbij om naar de Limburg Cup te gaan. Dat is dan wel beperkt tot 2 uur. Dan hebben we maximum 7 innings als het snel gaat. Dus gewoon eigenlijk de afstand dat wij in de Limburg Cup hebben gespeeld en ook internationale zo. Dat ligt ons wel. Wat vind je van het toernooi eigenlijk hier? Hoe is het georganiseerd? Wat vind je van het spelletje hier? De organisatie is heel goed. We gaan normaal gezien elk jaar naar Nuenen. Dat is hetzelfde concept ongeveer, alleen dat het dan iets meer binnen is met de cafetaria dan hier buiten. We hebben nu wat spek gehad met het weer wel, maar de organisatie is heel goed gegaan. Met de bonnetjes is het gemakkelijk dan natuurlijk. Hè. Op voorhand al dat je weet van hoeveel alles wat kost. De karaoke gisteravond was ook heel gezellig. En voor de rest, ja, top organisatie, dus heel fijn. En waar verblijven jullie dan? Ik zie helemaal geen tenten hier staan. Ik zie toevallig 1 camper staan, maar ik snap, ik denk niet dat jullie met z'n allen niet 1 camper kunnen. Nee. De Duitsers die zijn met de camping hier. Hè. Normaal is dat meer voor de Nederlanders om op camping te gaan. Maar wij hebben door de organisatie ook een beschikking gehad tot het scoutslokaal, geloof ik. Dat is iets verder. Ik denk dat ja, 100 meter, denk ik, tot verder is. Dus dat is heel dichtbij. Goed warm ook, zeker met het weer. Dus even opwarmen, zitten droog. Waarom heb je dan eigenlijk voor deze sport gekozen?
Eigenlijk net hetzelfde. Ook door naar Amerika te gaan. Mijn vader die mijn eerste handschoen gaf. En dan begint je dan wat balletjes te tossen naar elkaar toe. En dan de eerste keer dat het internet dan kwam, want ik ben ook 33 jaar oud. Met internetverbinding dan te zoeken, direct de ploegen gezocht wat in de buurt waren. En dat bleek dan eerst Genk te zijn. Ben ik daar begonnen en dan verder door naar Tongeren. Voor iets beter niveau wel te halen, want het was toen op een laag pitch in Genk. Hey, dan wens ik jij nog een heel mooi toernooi hier en maak er iets moois van. Ja, dankjewel. Heel goed. Merci. Stil de even afzetten. Vangbal. Had je die? Ja. Die moet ik erin laten. Niet gooien, let op twee. Gooi! Ja. Die is wel uit. Die is uit. Uit.